Dit gebied staat bekend als de Naad van Brabant. Dat is het gebied tussen de hoge zandgronden in het zuiden en de rivier de Maas in het noorden. Dit is een gebied waar van oudsher kwelwater uit de ondergrond omhoog komt. En maakt dat dit een heel nat gebied is. Dat willen we herstellen, want de laatste 50, 60 jaar is het verdroogd. Heeft de landbouw de grond vermest en de oorspronkelijke situatie willen herstellen. De noodzaak van het vernatten is dat er andere natuur ontstaat. Het huidige landgebruik is grasland, akkerbouwland. En door te vernatten krijg je andere natuur. Dat gebeurt op twee manieren. Door het maaiveld te verlagen, af te plaggen en laag eraf te halen en door de grondwaterstand omhoog te brengen. En dat kan door kleppen, stuwen, duikers die we overal in het gebied maken. Door de bovenste fosfaatrijke laag weer af te gaan graven, komt de veenlaag die daaronder zit, die komt meer naar de oppervlakte toe. En in deze veenlaag zitten dus nog zaden van inheemse plantensoorten die er in het verleden al hebben gezeten. Naast het afgraven van die bovenste laag komt dus ook het water verder omhoog, het kwelwater. En dat is ook kwelwater uit het verleden wat zich gebufferd heeft. Dus een combinatie van het verhoogde waterstand in het gebied, de veenlaag die wat meer naar de oppervlakte komt, creëren we dus eigenlijk het idee dat het kwelwater wat meer naar de wortelzone gaat. Dit betekent dat de bewoners mogelijk een nattere tuin krijgen. De opdrachtgever heeft 37 tuinen aangewezen waar iets gedaan moet worden om te voorkomen dat die mensen natte voeten krijgen, een natte tuin krijgen of waterschade krijgen. Er zijn heel veel partijen die belang hebben in dit gebied. Zo doen we dit project samen met de provincie, de gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer. Maar ook de bewoners zijn natuurlijk heel belangrijk, want zij zijn degene die hier later ook in dit gebied blijven wonen. Vanuit de waterschap is besloten om het grondwaterpeil omhoog te zetten. En mijn tuin zou er last van krijgen. Dus in goed overleg en verschillende metingen is uitgebleken dat het ongeveer 10 centimeter omhoog moest. In eerste instantie zouden ze alleen buitenom op gaan hogen. Ik zeg ja, ik heb een vijver in de grond liggen. Dan heb je kans dat het zand erin valt. Ik zeg dat heb ik liever niet, dus toen hebben we een goed voorstel gedaan. Als ik mijn oude vijver opruim, willen jullie hem dan ophogen zodat het één groot vlak is. En dat was goed. Dus uiteindelijk is het dit geworden. En ik ben super tevreden. Het is fantastisch om te zien hoe de plannen die we op papier gemaakt hebben nu werkelijkheid worden. Al die kleine stuwen en sloten en gemalen die aangelegd worden. We zien de kwel al enorm snel omhoog komen in de nieuw gegraven sloten. En we kijken er echt naar uit om te zien hoe de natuur zich zal ontwikkelen in het nieuwe gebied.